Hallo, mijn naam is Bart de Pauw, online docent Nederlands. Welkom bij Heb je zin? Vandaag herhalen we de grammatica van Hashtag Dutch Grammar 3, les 10 en 11, over de woordvolgorde aan het einde van de zin. Ching is blij, omdat Gianluca een appje gestuurd heeft naar haar. Ze stuurt hem een berichtje terug. Hey macho, dank voor je berichtje. Nieuwe baan is erg leuk. Hoe is het met jou? Gianluca antwoordt: alles goed met mij, maar beetje alleen. Hey, denkt Ching. Nog iemand die alleen thuis zit. Marieke is dus nog niet ingetrokken bij jou? Nadat ze het bericht verzonden heeft, denkt ze: weet je wat? Ik ga hem gewoon bellen. Hey, China girl. Ha, meneer de cardioloog. Dus je voelt je eenzaam. Dat is toch niet wat ik geschreven had? Eenzaam is niet hetzelfde als alleen. Ben jij misschien eenzaam? Nou, Gianluca, om eerlijk te zijn, zo voel ik me vanavond wel. Oh, hoe komt dat? Ik zit hier alleen, omdat Martin een bardienst aan het draaien is. Een bardienst? Sinds wanneer werkt hij in een kroeg? Hij werkt niet in de kroeg. Omdat hij lid van een atletiekvereniging geworden is, moet hij daar soms achter de bar staan. Atletiekvereniging? Sinds wanneer is hij lid? Hij is lid geworden nadat we jou tegengekomen waren. Hij wil die marathon niet verliezen van jou, vandaar dat hij nu fanatiek aan het trainen is. Oh, dankjewel voor de informatie, Ching. Dan ga ik ook een beetje harder trainen. Ching denkt: misschien had ze dat niet moeten zeggen tegen Gianluca. Ze wil natuurlijk dat Martin wint. Gianluca, heb jij veel vrienden in Amsterdam? Waarom vraag je dat? Ik bedoel, is het makkelijk om vrienden te worden met Nederlanders? Nou, dat is niet altijd even makkelijk. Wij buitenlanders zijn nieuw hier. Nederlanders zijn niet altijd op zoek naar nieuwe vrienden, want die hebben ze al. Dus soms is het makkelijker om vrienden te worden met andere expats. Maar ik wil integreren. Ik dacht dat ik door mijn baan vrienden kon maken. Nee, Ching, het werk is niet de juiste manier. Nederlanders houden dat liever een beetje gescheiden. Niet altijd, maar meestal wel. Ja, dat had ik al begrepen van mijn collega's. Misschien moet je ook lid worden van een vereniging, net als Martin. Misschien. Maar, Gianluca, jij bent dus alleen en niet eenzaam? Wat bedoel je? Waar is jouw Marieke dan? Marieke is in Rotterdam. Ze is begonnen aan het nieuwe schooljaar. Ja, maar jullie zien elkaar toch wel vaak? Wat is vaak? Wat is dat nu weer voor vraag? Als je een relatie hebt, dan zie je elkaar toch wel een paar keer per week? Zover is het niet van Amsterdam naar Rotterdam. Oh, op die fiets? Nee, dan zien we elkaar niet zo vaak. Niet zo vaak? Waarom niet? Volgens mij houdt ze de boot een beetje af. Ze denkt misschien dat ik niet serieus ben. Ik denk dat ze aan het twijfelen is. Oh, wil je misschien dat ik je nog wat tips geef? We kunnen nog wel een keertje afspreken, hoor. Zo, gaan Gianluca en Ching alweer afspreken? Het blijft spannend. Tot de volgende keer bij Heb je zin? Doei!